Siemens bouwt aan een nieuw windmolenpark op het IJsselmeer. En hier op Urk hebben ze hun thuisbasis ingericht. Maar dat satanische Siemens werkt ook door op zondag. En dat kan natuurlijk niet door de beugel. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Er wordt hier gewerkt op zondag aan de windmolens. Wat vindt u daarvan? Niet goed. Het hoort niet zo op Urk, nee. Dat hoort hier niet op zondag thuis. In de Bijbel staat 6 dagen zul je arbeiden en al uw werk doen. En de 7e dag is de rustdag. Echt gewerkt hier? Je moet ook niet meer in de tijd van vroeger denken, hè. Het is de tijd van nu, snap je? Een Urker is een Urker, ja. Hoe moet je dat nou uitleggen? Luister, op Urk mag het niet, maar ja. Je weet het soms niet met vreemden, hè? Je hebt wegen naar Urk toe. Dus, en dan krijg je ook vreemden, noemen wij dat. Stomme wegen? Ja, die akelige wegen. Al die kinderen die nu buiten Urk naar school toe gaan, die komen straks weer terug. Dus die krijgen een veel andere inslag, snap je? Iedereen is welkom. Maar, daar blijf ik wel zeggen, door dat die wegen er zo makkelijk zijn geworden, zeg maar, komen er een hoop mensen. En ook een beetje vreemde snoep. Als andere mensen nou zeggen van nou, ik wil liever wel werken op zondag, heeft u daar dan ook geen begrip voor? Nou, nee, als het niet hoeft, dan heb ik er geen begrip voor. Ik laat iedereen vrij. Maar dat geldt niet voor iedere burger hier op Urk, hoor. Als het niet nu hoeft, dan ben ik erop tegen. Moet je goed luisteren, we zijn niet aardraad, hè. We hebben ook iets hoog te houden, hè. We zijn wel christelijk. Waarom vindt u dat belangrijk? Omdat het een levensles is, wat je in Gods woord kunt vinden. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Kijk, ik weet nog dat ik een jonge knaap was van een jaar of 13, 14. Toen ging er een restaurant open en toen waren de kameraden van mij. En die zouden wel even dat restaurant een kopje kleiner slaan, zeg maar. Omdat ze open gingen. Ik zei, nou jongens, is dat nou de weg? Belangrijke zaken, die moet je wel weer toepassen op zondag. De zorg, want mensen moeten wel verzorgd worden, snap je? Maar dat gebeurde wel. Dat was een Chinees restaurant. Als je een hotel hebt, dan moet het dus ook eten zijn. Snap je? Urk, dat wordt net zoiets als Volendam. Hè? Dat is ook een soort Sodom en Gomorra, toch? Dat is Volendam. Sodom en Gomorra, dat is wel heel wat anders. Hè? Die deden zulke rare dingen. Nee, maar daar moet ook alles kunnen. Wij zijn christelijk en Volendam is Rooms-Katholiek. Die geven daar nog iets minder om als hier op Urk. Mijn zoon, waar hij werkt, zijn baas. Die denken dat die auto van de directeur is. En toen had de directeur een beetje, want hij was van mijn zoon. Een zo? Een Lexus. I just wanna fuck bad bitches. Mijn oom die heeft een Audi, dat is zijn broer. Zo? Die heeft een hele speciale Audi, ja. En hij is nou klaar voor zijn computerdingen en hij werkt in Amersfoort. Maar ik kan er niet, en hij eet ook bij me. En, nou, ja. En je bent er niet meer tegen. I just wanna fuck bad bitches. All the nights I never had bitches. Now I'm all up in that ass bitches.